Goeie dag mensen en welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. En vandaag gaan we natuurlijk een Team of the Season pack opening doen, want het Premier League Team of the Season is er en daar wil ik heel graag een speler uitpakken. Het zijn allemaal toffe kaarten. Je hebt 96 Van Dijk, 98 Hazard, 97 Salah als ik het goed zeg, 96 Aguero, echt super vette kaarten. 96 Aubameyang, ook een hele dure kaart. Die gaan natuurlijk allemaal voor een flinke prijs weg. En laten we hopen dat we er eentje uit kunnen gaan pakken. We gaan 100k packs en 125k packs openen. En wie weet is het onze geluksdag en krijgen we een Premier League Team of the Season. We gaan het doen. Let's go. Ja mensen, het is 8 uur en de Team of the Season van de Premier League is een uur geleden gereleased. En dat betekent dat er elk moment lightning rounds komen. Nieuwe packs in store. Het is nog 1 voor 8, dus ze zijn er bijna. En die gaan we openen en hopelijk kunnen we een Premier League Team of the Season packen. Het zou top zijn. We hebben, zoals je weet, in de vorige video Madison al gepackt uit de Team of the Season Premier League. Alleen willen we, ja, we willen meer. We willen meer. We willen altijd meer. Dus hopelijk kunnen we nu 1 uit, hopelijk boven de 90 packen. Het is 8 uur, we gaan kijken in de winkel. Er zijn 100k pakketten en die gaan we openen. De eerste, als het geen walkout is, gaan we meteen door. Het is geen walkout, dus slaan het over. Deze packs worden natuurlijk snel geopend, dus je moet er snel bij zijn. Wel prima spelers, deze 3 knallen we hierheen. Dit snel verkopen en dan gaan we snel door naar de volgende. Jongens, ik ben hyped. Ik hoop zo erg dat we nog eventjes een Team of the Season hieruit kunnen packen. Het is weer geen walkout. Kom op, EA. Hey, kom op even, man. Hey. Beetje gunnen mag wel, hoor. Zit hier een Malapa VVV. Grappig, leuk. En we gaan door. Welke Team of the Season zou ik willen packen? Ik zou heel graag Mané willen, omdat ik die ook wel weer gebruik. Hazard ook wel, trouwens. We gaan door. Derde. Dit is een walkout. Is het iets blauws? Is het een blauwe rand? Het is geen blauwe rand, helaas. Wat is het dan? Het is een Argentijn, een CV. Dat is Otamendi. Ja, maar ik dacht nog eventjes Messi, maar kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Otamendi, William Carvalho, eerste walkout is een feit. 10.000 weer erbij en we gaan door jongens. Packs gaan er redelijk snel doorheen, kijken of we alles er doorheen kunnen krijgen. Volgende pack, weer geen walkout, come on nou. Het is toch niet top. Hier hoop je natuurlijk niet op. Kom maar, pack hier. Maar we gaan door. We hebben geen tijd te verliezen. We knallen er doorheen. Het is weer geen walkout. Jeetje mina, hè. Hebben ze de walkouts er helemaal uitgehaald ofzo, jongens? Hup, dit snel verkopen. Ik zie dat we nog een redelijke tijd hebben. Die moet de season spelen, 14%. Nou, dan mag je er toch wel eentje uitkrijgen, zou je zeggen. Het is weer geen walkout. Kom op jongens. Ik word hier droevig van hoor. Carvajal. En weer eigenlijk verder helemaal niks. Kom op jongens. Kom op EA. Gun het eens. Hierna hebben we nog 5 packs. Gun het. Weer geen walkout. Kom op man. Even serieus hé. Dit is niet wat we willen zien. Dit is zeker niet wat we willen zien. We willen walkout zien. We willen blauwe randen zien. Daar gaan we voor. Is het nu dan een walkout? Weer niet, jongens. Oh. Ik begin de moed en de hoop een beetje te verliezen, hoor, hier al. Kom op even, hé. Timo Werner. Ja, dat is ook het beste. Is Team of the Season zou ik wel willen, maar hier komen we niet voor, natuurlijk. Nog 4 packs, boys. Kom op. Maar 1 walkout. Ja, het slaat echt helemaal nergens op dit. Weer geen walkout. Sergio Roberto was het beste. Ja, zeg het maar hoor, jongens. Nou, nu dan? Ja, een walkout. Kom op, maak het dan maar goed meteen. Blauwe rand, oké, hier doen we het voor. Kom op dan. Brazilië. Fernandinho. Nee, 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 nee. Petros.
uit de Saudi-Arabische League. Oh, ik dacht CVM, Braziliaans, nou, dat kan er maar één zijn. Dat is Fernandinho. Maar dat was het dus niet. Oh, dit is wel een sick pack. Timon Season, Petros, Godin en Navas. Wel vet, alleen gaan die Saudi-Arabische Team of the Seasons gaan echt voor heel weinig de deur uit. Maar oké, de eerste Team of the Season is in ieder geval gepakt. Nog twee van deze 100k pakketten openen we. En weer geen walkout. Och, och, och. Jongens, wat gebeurt hier allemaal? 82 volgens mij was het geen van eens een borden spelen gewoon. Wow, wat heftig. Nou, de laatste van deze. Is het alsjeblieft een walkout? Nee, het is weer geen walkout. Het is ongekend. Oh. Dit is echt een verschrikkelijke pack opening. Dan... ja, dit is gewoon echt... dit zijn dure grapjes, die 100k pakketten. Als je ziet wat je er nu voor terugkrijgt, dat slaat het helemaal nergens op. 17% was de kans op een... of 14% was de kans op een Team of the Season player. 99% een 82 plus spelen. En wij krijgen een 82. Jongens, ik weet het niet. De 100k pakketten waren geen succes. Misschien gaan we nog andere openen. Maar dit is niet top. Dit is zeker niet top. Eén Team of the Season speler. Dat is... kijk, dit is Madison. Die hebben we natuurlijk al gepakt. Die hebben we verkocht. Amrabat hebben we gepakt. En dan is dit... Petros die we hebben gepakt. Ziet trouwens niet uit als een hele slechte kaart, maar goed, we gaan die jongens natuurlijk nooit gebruiken. Alleen Petros uit de Saudi-Arabische League hebben we gepakt als Team of the Season in deze pack opening. Wel Godin en Navas, maar verder zat er heel weinig tussen. Helaas. Goed jongens, we gaan door. Yes, daar zijn we weer. Het is namelijk bijna 9 uur. En dat betekent dat er weer een lightning round komt. De laatste lightning round, ik denk ultimate packs. Dat zullen er, ja, zoals je ziet, kunnen we er precies 5 openen. Dus 5 ultimate packs kunnen we openen. En kijken of we daar nog een Premier League Team of the Season uit kunnen packen. Het zou super vet zijn. Of als dat nog lukt. Madison 88, denk samen met Doherty is dat de minste Team of the Season uit de Premier League. Maar... goed, het is er wel eentje, dus dat telt sowieso. We hebben natuurlijk ook twee andere Team of the Season gepakt uit de Saudi-Arabische League. Dus dat hebben we dan wel weer gedaan. Maar het liefst wil je die Premier League natuurlijk. Die zijn ook het meest waard. Plus die wil ik eigenlijk ook wel testen. Het team waar ik nu mee speel in de Weekend League is het volgende. Er is een hoop veranderd. We hebben natuurlijk de Prime Icon SBC van Vieira gedaan. Dat heb je in de vorige video kunnen zien. En we hebben ook Del Piero toegevoegd aan ons team. Linksbuiten. Ik wilde hem testen en hij bevalt tot nu toe heel erg goed. Dus Frank, hierbij shout-out naar jou. Bedankt dat je me deze tip hebt gegeven. En dat ik toch met Del Piero moet gaan spelen. Hij heeft ook, om jou te eren, nummer 69 gekregen. Dus dat is mooi. En ja, dit is een topteam. Van Dijk wil ik natuurlijk upgraden naar Team of the Season. Matthijs krijgt denk ik Team of the Season, dus die wil ik. Cancelo krijgt een Team of the Season en die wil ik eigenlijk ook wel. Heel misschien Alexander-Arnold proberen, rechtsback Team of the Season. En dan heb ik toch wel een heel aardig ploegje staan. Misschien nog linksbuiten een Mané Team of the Season. Dat zou ik ook wel vet vinden om te proberen, zoiets. Maar dat moeten we nog even afwachten. Het is inmiddels 9 uur en we gaan even kijken in de store of er inderdaad een lightning round is. En het is er. 5 ultimate packs gaan we openen. We gaan er snel in. Hopelijk kunnen we een Team of the Season packen. De 100k pakketten waren eigenlijk, gewoon gerust heel slecht. Het was totaal geen succes. En we beginnen hier met Gleek. Dat is natuurlijk ook niet waarvoor we zijn gekomen. Laten we hopen dat het vanaf hier alleen maar beter wordt. Want 83 als hoogste uit een ultimate pakket, ja, daar hoef je mij niet voor wakker te bellen. We gaan er nog 4 openen, jongens. Hopelijk kunnen we alsjeblieft de Team of the Season packen. Dit is een walkout in ieder geval. Is hij blauw, alsjeblieft. Hij is blauw. Is het dan een Premier League Team of the Season? Nee, het is Amrabat, denk ik. Nee, is Hamdallah? Is het Hamdallah? Ja, Hamdallah 91. Dat was een zieke kaart. Echt een hele zieke kaart. Misschien ga ik die gewoon op de bank zetten. Gewoon voor de meme. Omdat het leuk is. Dit is in ieder geval weer een Team of the Season die we hebben gepakt. Ja, wel ziek hoor. Echt een best wel zieke kaart.
persoonsstatistieken nader bekijken. Ook nog een Titi erbij. Ja, dat is wel een leuk pakket. Moet je kijken, 99 nauwkeurigheid kopbal, 91 pace, 94 schieten, kracht 98. Dit is echt een monster hoor. Lenigheid kan iets omhoog, balans ook wel. Maar verder is dit wel echt een monsterlijke kaart, jongens. Die gaan we gewoon even naar de transferlijst sturen voor nu. Deze ook. Misschien gaan we hem gewoon nog gebruiken, weet je, waarom niet? Hij ziet er wel echt uit als een hele vette kaart. Hamdallah team on the season. En we hebben nog 3 ultimate packs die we kunnen openen. Is het dan weer een walkout? Nee, het is nu geen walkout, dat is balen. Ik wil zo graag nog een team on the season uit de Premier League packen. Cancelo. Allemaal leuk. 83 als hoogste, hè? Nou, als we dan in die trend doorgaan, gaan we nu weer een team on the season krijgen. Dus laten we dat maar hopen dan. Daar gaan we. 1 na laatste ultimate pack. Kunnen we een team of the season pack? Het is in ieder geval een walkout. Is het een blauwe? Nee, het is helaas geen blauwe. Wat is het dan? Een Duitser rechtsachter Kimmich? Kimmich. 86. Ja, dat is natuurlijk geen top walkout. Maar ja, walkout is walkout. Dat is natuurlijk wel zo. Er zit er nog wat achter. Niet veel. Werner Glick. Kan meteen snel verkocht worden. En dan komen we aan bij het laatste pakketje van deze Team of the Season pack opening. We hebben al een aantal Team of the Season gepakt. Kunnen we er nog één pack? Is de vraag. En het liefst uit de Premier League. Nou, laten we beginnen bij een walkout, jongens. Alsjeblieft. Het is een walkout. Alsjeblieft. Blauw om te eindigen. Nee, het is geen blauwe helaas. Dus we eindigen niet met een Team of the Season. Het is namelijk David Silva. 89 rated. Natuurlijk wel heel hoog rated, het goede kaart, zal echt wel wat voor wat verkopen. Dus dat is dan ook wel weer prima. Er zit er nog achter, ook nog Buffon erachter. Dat is een prima pack dan. Nou goed, daar kunnen we nog redelijk tevreden mee zijn. We packen in ieder geval Hamdallah, een hele vette team of the season uit de Saudi-Arabische League. Met echt hele goede statistieken. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar die kaart. We gaan hem misschien wel even proberen. Zoals je ziet hier, Hamdallah, Amrabat en Petros. Natuurlijk de team of the season uit de Arabische League zijn allemaal dezelfde club trouwens. Je kan gewoon een heel Saudi-Arabisch of Al-Nassr team maken eigenlijk. Hij wil 3-star reef, 3-star skill moves, dat is eigenlijk niet best. Maar alsnog wel vet. Toffe kaart, goede stats, misschien gaan we hem nog gebruiken. In de vorige video natuurlijk Madison, al de Team of the Season, Premier League Team of the Season gepakt. En we packen dus nu weer een aantal Team of the Seasons. Helaas geen Premier League Team of the Season. Maar goed, je kan niet alles hebben, zeg ik dan. Ja mensen, dat was de video voor vandaag. We hebben een toffe Team of the Season pack opening gedaan. We hebben Team of the Seasons gepakt. Helaas geen Premier League Team of the Seasons. Maar alsnog, je kan niet alles hebben. We hebben toch een aantal Team of the Seasons gepakt. En dat is gewoon vet. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal en vind je dit wel toffe video's? Klik dan eventjes op de abonneren knop en klik ook eventjes vooral op het belletje, zodat je niks mist van mijn video's. Er zit nog geen regelmaat in, misschien gaat dat nog komen. Dus zorg vooral even dat je het belletje hebt ingedrukt, zodat je weet wanneer er een livestream is of wanneer ik een video online gooi. Jullie wil ik allemaal ontzettend bedanken weer voor het kijken naar deze video. Vond je het een toffe video? Gooi dan ook nog eventjes een duimpje omhoog en dan ben je gewoon het mannetje. Dan gaan we snel naar de volgende video, jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. We'll be right back.